Mijn naam is Malet en vandaag zijn we bij een zelfportret van Cornelis de Graaf. Cornelis de Graaf was geen normale burger, maar hij was een kooplietsburger familie. En zodra hij veel met de handel te maken had, werd hij steeds rijker en rijker. En vandaag hebben we een speciale gast uitgenodigd, namelijk de vrouw van Cornelis de Graaf. Welkom. Kan u ons wat vertellen over Cornelis de Graaf? Cornelis had veel zelfvertrouwen. Hij was er voor mensen. Hij deed zijn werk goed. Het was een hele erg familiemens ook. Oké, dat is heel interessant. Nou, dankjewel dat u ons wat kon vertellen over Cornelis de Graaf. En dankjewel. Voor vandaag was dit het nieuws en hopelijk vonden jullie het leuk. Doei! De gijsdijkstijden bij de polder. Die wordt zojuist leeggepompt. Hier is een meneer en die ga ik een paar vragen stellen. Meneer, hoe pompen jullie dit water in vredesnaam weg? Met deze molens. Oké. Gaat dit eigenlijk veel geld kosten? Ja, maar het is het waard. Oké. Hoe gaat het er voortaan uitzien? Gewoon met extra veel land. Heel duidelijk antwoord. Bedankt. Hallo, ik ben Johan van Herwijnen en dit is het Nieuwsjournaal. Vandaag ben ik in de haven met schipper Piet. Wat is een trekschuit eigenlijk? Een trekschuit is een heel erg handig openbaar vervoermiddel. Het wordt door paarden getrokken langs een jaagpad. De trekschuit gaat over waterwegen heen. En vindt u het fijn om in een trekschuit te rijden? Ja, ik vind het heel erg fijn. En waarom vindt u het zo fijn? Nou, het is heel erg betrouwbaar, snel en voor de mensen is het ook nog eens goedkoop. Nou ja, dat is een trekschuit eigenlijk. Dit was het Nieuwsjournaal. Tot volgende keer. Dag. Hallo allemaal. Vandaag gaan we met Billy praten over Amsterdam explodeert. Hallo. Hoi, wat vind je ervan dat Amsterdam zo snel groeit? Ik vind het niet goed, want Amsterdam is al bekend genoeg en het is ook al groot genoeg. Bedankt voor uw mening. Dank u wel voor het kijken naar deze TV. Doei! Hallo, ik ben Tik van de Buurt. Assalamu alaikum, ik ben Mehmet Servet. Niet Servet van papier, maar Servet van naam. Vandaag, wij hebben voor jullie Gouden Eeuw Journaal. Sorry. Oké, nou, wij gaan het met jullie hebben over een globaalmaker en kaartmaker. Dat was handig voor bij het varen. En het alleenrecht ging weg, alleen daar was hij tegen. Dat knip je er maar af. Oh, ik ben Jasper van het NOS-journaal. Dit is het miljoenste vrijschip dat binnen is gekomen in Polen. Om graan te halen. Hij is zo vanuit Polen naar Amsterdam gekomen. Het heeft 100.000 euro winst gemaakt. Vandaag gaan we het over Hading hebben. Hading werd veel in Europa gevangen en verkocht. Hading was heel duur en kon eigenlijk wel met zilver vergeleken worden. Hading moest je natuurlijk ook vangen in een hadingbuis. Dat waren grote schepen met netten erop die ze uitgooiden om de hading te vangen. Hading, omdat het duur was, wilden mensen het ook heel graag hebben zonder werk te doen. Zoals u hier ziet, ziet u dat een schepen, hadingschepen aanvallen en het eigenlijk kapen. Hading werd zoveel gevangen en ook, het was zo gezond voor je dat wij deze eeuw de hadingeeuw noemden. Hallo, ik ben Ombima. Ik kom uit Ghana en daar ben ik gekocht door de West Indische Compagnie. En daar in Ghana is ook een slavenhandel. En dan word je via Ghana, dus Afrika, word je helemaal naar Amerika toegebracht. En daar worden dus heel veel slaven afgeleverd. En dan sommigen gaan nog naar Europa toe. En ik moest dus helemaal van Amerika naar Europa toe. Maar dat was niet vol te houden, joh. Stank en zo. En dit kan gewoon niet. En ik werd dus in dit ding, werd ik met iets van 300 man of zo vervoerd. Ja, ik zeg dan, stop slavenhandel! De Ruiter. Hij is een grote Nederlandse zeeheld en dat is hij geworden en die onderscheiding heeft hij gekregen omdat hij een Engelse zeeslag heeft gewonnen en die zeeslag zien we hier. Deze boot is van Engeland, dat zie je aan de vlag. En
Ter per zeeslag deden we ongeveer 200 boten mee. En dan hadden we ongeveer soms wel één boot, soms wel 1000 kanonnen.